Ja, als we in 2030, dat is over 10 jaar al de helft, voor de helft duurzaam willen zijn, dan zullen we ook zeker aan die moleculen moeten werken. En als bekend is waterstof dan een heel belangrijk onderdeel van dat deel van de energievoorziening in de toekomst. Als je het maakt via elektrolyse, op basis van groene stroom, dan is het een vrij kostbare aangelegenheid. En bovendien, je hebt heel veel windturbines en zonnepanelen nodig. Hier stroomt 17 kilo groene waterstof door. Hoi, ik ben Henk Abbing en ik ben directeur van EnergyStock. Ik ben Machiel Mulder, ik ben hoogleraar regulering van energiemarkten aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hallo, ik ben Pieter-Jan Steeuwen, technisch manager bij EnergyStock. We zijn hier op EnergyStock in Veendam. Hier vindt ondergrondse opslag plaats van aardgas. En dat willen we ook in de toekomst gaan doen voor waterstof. Groene waterstof is een prachtige energiedrager, want het is schoon, geen CO2-emissies. En je kunt dat gebruiken in allerlei toepassingen, in de industrie, transport, in de woningen. We staan hier op een unieke locatie, dicht bij hoogspanning. Leidingen van het gastransportsysteem liggen hier in de grond. En we staan eigenlijk bovenop een hele grote zoutberg die geschikt is voor ondergrondse opslag in cavernes. Er is echt één groot probleem met waterstof en dat is dat het niet in pure vorm bestaat. Je moet het dus maken en het maken is vrij duur. Er zijn dus nog heel veel onderzoeksvragen, niet alleen bij de productie en bij het internationale transport, maar ook over de vraag hoe gaan we de waterstof gebruiken. Naar al deze vragen doen wij onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, hoe krijgen we de productiekosten omlaag? Hoe kunnen we het goedkoopste internationaal transporteren? En wat is de beste toepassing van waterstof? Omdat er nog veel onzeker is over het potentieel van waterstof en over de mits en maren van verschillende alternatieven, is het belangrijk om niet te snel grote stappen te zetten bij het uitrollen van een waterstofinfrastructuur, maar om ook goed te verkennen wat de plus en min zijn, de kosten en voordelen van verschillende alternatieven. Het HyStock-project is opgebouwd uit het zonnepark van 3 megawatt. 2 megawatt daarvan gebruiken we voor ons eigen verbruik op de installatie en 1 megawatt van die park gebruiken we voor de electrolyzer. De stroom van het zonnepark gaat via kabels naar de unit. En daar zetten we het om in groene waterstof en wel 70 kilogram per uur. Veel, hè? Wij zijn niet de enigen die gebruik maken van de electrolyzer. Onze klanten komen ook met groene energie aan, zon en wind. Dat converteren wij naar waterstof voor hun. Wij vullen de trailers en die trailers kunnen ze meenemen overal in Nederland. Wij vinden het belangrijk dat voor de verduurzaming van de energiesector naar de hele markt gekeken wordt voor energie. Door goede samenwerking tussen industrie, overheid en energiesector kunnen we ook echt het doel realiseren en zaken voor elkaar krijgen. We moeten met z'n allen aan de slag.